op de Kennedy School. Meteoriet valt neer in Rusland. En woningen afgebroken in goede verwachting. Goedenavond en welkom erbij. Stel je voor dat je niet goed kunt horen en toch wil je dansen of muziek. De kinderen van de Kennedy School bewezen vandaag dat dit wel mogelijk is. Ze gaven onder andere een speciaal optreden tijdens een dag vol activiteiten met als thema liefde voor elkaar. Het was een speciale dag voor de kinderen van de Kennedy School. Zo speelden ze eerst een potje bingo voordat het tijd was voor het optreden. 23. Bingo spelen is voor deze kinderen niet zo vanzelfsprekend. Zij hebben namelijk hoorproblemen. Sommigen zijn slechthorend, maar anderen zijn helemaal doof. Daarom spreken ze met gebarentaal. Bingo! Na de bingo was het tijd voor het optreden. De dag is georganiseerd door Simone Gonzalves. Zij heeft de afgelopen 5 maanden stage gelopen bij de Kennedy School. Ja, liefde voor elkaar. Ten eerste, gisteren was Valentijnsdag, dus dat was dan het thema liefde. En omtrent de kinderen zelf zijn heel erg behulpzaam. En daar stralen ze ook uit. En ze helpen heel graag. Ze hebben echt liefde voor elkaar. En zometeen komt dan de tentoonstelling van werk ze hebben gemaakt. Met dus tekenwerkjes, schilderwerkstukjes. Met verschillende materialen hebben gewerkt. En dat wordt dan gewezen. De kinderen hebben in de afgelopen maanden dus hard geknutseld. Bezoekers van de expositie konden vandaag mooie kunstwerkjes, kleding en sieraden kopen. De opbrengst gaat naar een zieke meisje dat ook op de Kennedy School heeft gezeten. Verdrietig, omdat Anissa is ziek, niemand helpt, omdat ze verdrietig is en Anissa is gebeurd. Ik ben blij omdat Anissa helpt moet worden. Het is best een ernstige situatie. Ze is heel erg ziek en ze heeft ons hulp echt hard nodig. Niet alleen wordt het zieke meisje geholpen, ook de andere kinderen hebben veel plezier gehad. Alles vandaag draaide tenslotte om liefde voor elkaar. Gisteren was het Valentijnsdag, maar ook vandaag kwam het thema liefde weer terug. Omdat we elke dag weer kunnen laten zien dat we het met elkaar menen. Hoeveel geld de expositie heeft opgebracht is nog niet bekend. Het is wel heel bijzonder. In Rusland zijn er vandaag bijna 1000 mensen gewond geraakt door een meteoriet. Veel Russen hebben de meteoriet gefilmd. Op YouTube-filmpjes is een felle vuurbal te zien die met hoge snelheid langs de horizon scheert. Een meteoriet is wat je soms in de ruimte ziet vallen en dan zeggen wij, kijk een vallende ster. Maar in de werkelijkheid zijn het brokjes steen of ijzer uit de ruimte. Soms kunnen ze op aarde terechtkomen. Door de inslag van de meteoriet liggen er honderden gewonden in het ziekenhuis, waaronder veel kinderen. Een aantal gezinnen in goede verwachting is vanaf gistermorgen dakloos. Hun woning is door ongeveer 150 politiemannen afgebroken. Ik heb een paar dingen. 18 is er niet, tot 20 is er vind je één stuk zinkplaats. Look me af van Samnanta. Ado zou de vent dat aan gaan doen. Onder elkaar dood teki. Apai opai doodi. Bowa osso. Maar nou maar lukken de man brokken spoort. Apo land voor land dus dood aan gaan doen. Dat men nog sabs maar doen. Maar lukken dat aan gaan doen, mevrouw. Zo aan sani van je kisari.
Ik was aan de maskou aan presfik aan tang en even aan je chin. Da, vind ik dat nou boom? Olaat als een beetje ja, als een beetje habitueel vitaal aan je netie. De man blokken spoed uit, tapen ja, ze dan aan nou. Erg vinden ze dat. En dit alles is in de nacht van woensdag op donderdag, zo tussen 12 uur en 4 uur in de ochtend, afgebroken. Pakleins gingen gewoon met dingen. Ze gingen gewoon die huizen openbreken, met alles op die planken rijden en zo. Ja, ik was even geweest, maar niet lang gebleven. En is het waar dat je politie hebt gezien met wapens? Ja, ze waren met wapens gekomen. Dat is wel waar. Jawel. Ah, teams denk ik, ja. Ze waren met wapens gekomen. Daar komen ze met lege wagen, ambulance en al soort dingen hier. Als criminelen en oorlogsvijanden. Want als u in de 8 uur komt, dan kunnen die mensen zeggen, wacht even. Ik ga mijn zinkplaat of mijn hout meenemen, zodat die plek een beetje vrij komt. Maar dat werd dus niet gedaan door de politie. Om te voorkomen dat de mensen zich zouden verzetten tegen de eigenaren, hebben ze hulp gekregen van de politie. Die kwam met 150 manschappen. Met bulldozers en graafmachines zijn alle bouwsels afgebroken. Dat is een apoklijn door de kodja. Een apoklijn dozer. En dat schrijf je toch? Je wakker je in de kodja zien. Van het hele gebeuren blijven de mensen het vreemd vinden dat de politieagenten er met wapens waren en dat zij niet overdag, maar in de vroege ochtenduren zijn gekomen om alles af te breken. Dat hebben ze allemaal verteld aan Sergio Lonswijk. Hij spreekt namens hen. Nee, het lijkt als hier een rampgebied is. Dus nu zijn we als Surinamers bang voor de regering dat we nu hebben. Volgens de politie is gekozen voor dat tijdstip omdat het vervoer van graafmachines en bulldozers het beste is tegen die tijd. Dan is er namelijk weinig verkeer op de weg. We hebben minister Kromosuto van Ruimtelijke Ordening niet kunnen bereiken vandaag voor zijn reactie. Zijn ministerie zorgt er namelijk voor dat gronden op de juiste manier worden uitgegeven. Maandag proberen we het dus weer. Kinderen van de VOJ Pokigrong en de EWG Pokigrong zijn al flink aan het oefenen. Zij mogen namelijk het Kinderboekenfestival in Adjoni openen met een musical. Het thema van de musical is welzijn. 1, 2, 3, 4. Welzijn. Ik voor jou en mijn. Welzijn. Ik voor groot en klein. Welzijn. Ik voor jou en mijn. Welzijn. Ik was aan eten. Welzijn. Erna trippen. Welzijn. En niet vergeten. Welzijn. Ongeveer bewegen. Welzijn. Familie nog vrede. De kinderen zijn druk bezig met het opnemen en doornemen van de liedjes voor de musical. Welzijn. Tamara op die idee. Welzijn. Ik voor jou en mijn. Welzijn. Ik voor groot en klein. Welzijn. De kinderen van de Pokigrong School, zij gaan het festival openen op Adjoni. En ik vind het heel leuk dat zij het mogen doen. En nu zijn ze in de studio voor een opname. En ik vind het echt heel leuk. Het is een uitje voor die kinderen. Om van hier, vanuit Palwini, naar de stad. Is echt een uitje. En ik vind het echt leuk. Ik vind het leuk om mee te doen aan deze musical, omdat ik het interessant vind. Ik hou van zingen, dansen, ja. We zijn hier gekomen, helemaal in Paramaribo, om te optreden voor 27 februari. Het is 3 uur rijden naar Adjoni en het is de moeite waard. Laat deze kinderen ook genieten. Kom ook genieten van deze kinderen. Sandra Purperhart is vol enthousiasme bezig om de kinderen voor te bereiden op hun grote optreden.
Zo, dat ziet er wel heel leuk uit, hè? Op 27 februari is het zover. Dan gaat de musical over welzijn in première. En dat was het weer voor deze uitzending. Je weet het, we zijn er maandag weer. Fijn weekend!